Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Um, en vandaag wil ik het met jou hebben over uh, verwachtingen en oordelen. Um, terwijl ik deze morgen bezig was met mijn uh, yoga oefeningen en dan, uh, daarna uh, in de douche, um, ging het eigenlijk door mijn hoofd dat de meeste ontgoochelingen en de meeste problemen eigenlijk verbonden waren met de verwachtingen dat we al dan niet hebben. Die we meestal dan wel hebben. Um, en Toen ik daarover aan het nadenken was, um, werd, ik, werd ik door mijn gidsen ook herinnerd aan het feit van uh, al die jaren dat ik jarig was, ik verjaarde in september, en dus um, telkens de aanloop naar mijn verjaardag, dat was van de kennelijk niet zo'n leuke periode. Waarom? Omdat er ergens een verwachting, een overtuiging was. Wie weet waar ik het ooit heb opgeraapt. Maar dat een verjaardag dat dat iets speciaals is. En dat dat moet gevierd worden. En dat dat de beste dag van het hele jaar is. Nu, wij groeiden op, of ik ben opgegroeid en een gezin met vier kinderen. En uh, dus dat was het niet altijd mogelijk om als kind. Uh, altijd heel veel vriendjes uit te nodigen. Of um, om hele luxueuze cadeaus uh, te, te krijgen. Of om um, speciale uitschapstappen te doen of wat dan ook. En dus, um, naarmate ik als tiener aan het opgroeien was, dan had ik altijd zoiets van ik wil mijn verjaardag niet vieren. En um, eigenlijk is die dag gewoon net zoals een andere dag. Um, en ik duwde dat eigenlijk volledig weg. Omdat ik die verwachting had dat het moest fantastisch zijn. Of dat je moest iets speciaals doen. Omdat het dan alleen maar zo meetellen. Te nu, met ouder te worden. Um, werd ik meer en meer bewust van die overtuigingen en die ideeën dat ik had rond het vieren van de verjaardag. En door die te veranderen. En door dat inderdaad geen verwachtingen meer te hebben, maar gewoon te zeggen en te gaan kijken: van, oké, okay, het is mijn verjaardag, ik weet niet wat ik ga doen, maar wat, hoe dan ook, wat, wat ik ook die dag ga doen, dat is eigenlijk voor mezelf kiezen en alleen maar die dingen doen waar ik zelf blij van word. Of dat er nu gevierd wordt met anderen of niet, dat maakt eigenlijk niks uit. Ik kies op die dag voor mezelf en ik vier mezelf. En door dat eigenlijk te gaan veranderen en door eigenlijk uh, al die um, verwachtingen die eigenlijk niet aansluiten bij wie, de, bij, bij wie dat ik werkelijk ben, om die door die los te laten, creëer ik, ik eigenlijk weer ruimte en vrijheid om een verjaardag, en in dit geval, bij dit voorbeeld gaat over mijn negen verjaardag, om dat in te vullen zoals ik het zelf zou willen. Zoals ik het zelf voel dat jaar, zoals ik het zelf voel die dag. En eigenlijk is dat met heel veel zaken zo. Um, ook in mijn connectie merk ik dat um, in het begin waren er heel veel verwachtingen, zowel van mijn kant als van zijn kant. En uh, keer op keer gebeurde er wel iets waardoor dat inderdaad die verwachting niet los kan worden, of dat de verwachting op een andere manier, um, of dat het op een andere manier uh, verlopen is. En pas toen ik leerde om eigenlijk al die verwachtingen, dus eigenlijk gewoon bewust te worden van al de verwachtingen en de ideeën dat ik heb van hoe dat iets zou moeten gaan verlopen. Van het moment dat ik dat eigenlijk kon loslaten en kon vertrouwen dat alles gebeurde zoals het moest gebeuren. En als dingen inderdaad uh, niet gebeurden op het tijdstip en tegen de tijd dat ik het in mijn hoofd had en de overtuiging dat ik dacht dat het zou moeten zijn of dat het beste was dan zorgt dat voor heel veel innerlijke rust. Omdat je op dat moment intapt op het um, universele weten. Op de universele flow, op die natuurlijke flow van de dingen ontstaan wanneer dat ze mogen ontstaan. En hoe meer dat je eigenlijk loskomt van... Wat, ook het voorbeeldje van to-do-lijsten uh, flopt flop nu doorheen mijn hoofd. Het is net hetzelfde. Vroeger had ik heel veel to-do-lijsten. En uh, soms schreef ik nog uh, to-do-lijsten omdat er al te veel doorstreept was, bijvoorbeeld. Om dan weer een nieuwe volledige lijst te maken. Maar dat gaf me zoveel stress. Uh, en dat zorgde ervoor dat ik ook constant in die do-modus zat, constant in mijn mannelijke energie. En uh, als persoon of als een energiezene, waar je eigenlijk meer aanleidt bij de vrouwelijke energie, is er constant opereren en jouw leven leiden vanuit die mannelijke energie heel uitputtend. En dat is ook niet voor niets dat ik uiteindelijk dan ook die burn-out gehad heb, uh, enkele jaren geleden. Omdat mijn lichaam en mijn ziel eigenlijk wou tonen van, uh, dat dat niet hetgene was dat mij het meeste vervulling bracht. Um, en hetgeen wat ik probeerde te bereiken in, in, in de functie en in het beroep dat ik daar toen zat, ik werd als politieambtenaar, uh, was niet de omgeving waar dat ik mijn uh, behoeften en mijn emotionele vervulling volledig kon uh, gaan ervaren. Maar er waren ook hier waren een aantal verwachtingen, waardoor hij natuurlijk in het systeem blijft gaan lopen. Dus uiteindelijk, doordat ik niet geluisterd heb, heeft mijn lichaam mee. Gepusht, mij op pauze gezet, mij echt uh, gestopt. Um, waardoor ik genoodzaakt werd om te gaan kijken: van oké, okay, wie ben ik nu, wat wil ik nu, wat wil ik vormgeven, wat kan ik gaan vormgeven. Om van daaruit dan uh, nieuwe keuzes te maken en uh, verwachtingen los te laten en te gaan kijken: van oké, okay, wat is er dan wel voor mij weggelegd? Wat is er dan wel voor mij voorbestemd? Wat is wel mijn pad die ik mag lopen? En al die dingen die ik de afgelopen jaren geleerd heb, dat zijn dingen die ik nu ook toepas in mijn onderneming: in het aanbieden van diensten, in het uh, creëren van nieuwe cursussen en trainingen. Het, um, wanneer ik voel dat ik niet meer gedreven ben en niet meer de passie voel voor een bepaald product of een bepaalde dienst of een bepaalde manier van werken, dan ga ik naar binnen. Ga ik gaan luisteren van, oké, okay, wat wordt mij getoond? Waar probeer ik misschien te veel nog hier nu weer de zaken te gaan controleren? Waar hou ik te weinig rekening met mijn eigen grenzen? Hoe en op welke manier? Want hoe is het eigenlijk altijd aan het universum? Maar vooral, hoe uh, wil ik mij gaan voelen? En dus niet van hoe wil ik het gaan doen? Dat is voor het universum. Het universum zal altijd tonen wat dat er mag ontstaan. Maar vooral van hoe wil ik mij voelen? En door mijn focus daarop te gaan verleggen. En elke morgen vooraleer ik één voet in bed zet, neem ik zeker 5 à 10 minuten de tijd om tot mezelf te komen. En uh, in plaats van mijn gsm te nemen, dan neem ik eigenlijk mezelf weer op. In die zin dat ik met mezelf ga gaan verbinden. Ik ga gaan visualiseren hoe dat ik mijn dag wil zien. Ik ga gaan visualiseren hoe dat ik eigenlijk wil. Um, dat mijn wensen, um, hoe dat het zou voelen, wanneer dat mijn wensen verwezenlijkt zijn, wat ik wil bereiken, en, en dan stel ik ook vragen als: wat mag ik vandaag um, gaan doen? Voor wie kan ik vandaag iets betekenen? Wat is, wordt er van mij verlangd vandaag? Waar mag ik heen gaan? Met wie mag ik spreken? En dan luister je ja, en wie je gewoon open en luister je naar de boodschappen die op je pad komen. In plaats van alles te willen invullen vanuit um, het, het, het oude systeem van... Ik moet elke dag zoveel dingen doen. Ik moet elke dag zoveel uh, blogs schrijven. Ik wil elke dag zoveel video's maken. Of wat dat het ook maar is. Uh, kom daar een stukje los van. En luister veel meer... Naar wat jouw lichaam en jouw energie nodig heeft. Want er gebeurt ook veel meer dan dat jij gewoon maar kan inschatten. Dus, uh, en hoe meer je daarop afstemt uh, en gaat gaan luisteren van wat dat er nu nodig is in jouw groei, hoe moeitelozer jouw leven ook weer zal gaan. En hoe makkelijker je kan loskomen met die verwachtingen. Want het zijn de verwachtingen die je hebt ten aanzien van iets of iemand die zorgen dat je um, ontgoocheld bent of dat je. Uh, jezelf gaat gaan forceren of dat je probeert situaties te gaan controleren. Zodat dus er eigenlijk iets veel beters of iets veel uh, mooiers voor je weggelegd is. En door uh, je verwachtingen en uh, oordelen te volgen, dan beperk je eigenlijk jouw eigen uh, mogelijkheden, en je eigen capaciteiten en je eigen kansen. Uh, je sluit eigenlijk als hetzelfde. Uh, de, 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 de deuren dat het universum voor jou wil openen. Dus ook vandaag uh, focus op uh, de verwachtingen die je hebt ten aanzien van jouw relatie, de verwachtingen die je hebt ten aanzien van jouw eigen leven, de verwachtingen die je hebt ten aanzien van anderen, de verwachtingen die je hebt ten aanzien van jouw kinderen, de verwachtingen die je hebt ten aanzien van klanten. Um, ten aanzien van de bank, ten aanzien van de maatschappij, ten aanzien van wat dan ook. Er zijn zoveel zaken die elke dag naar ons uh, gegooid worden, waar we elke dag mee geconfronteerd worden. Maar het is aan ons om te kiezen hoe dat we ermee omgaan. Het is aan ons om de emoties en de gevoelens te kiezen die we eigenlijk doorheen de hele dag constant willen ervaren. Dus, als jij getriggerd wordt. Uh, iemand doet niet zoals dat jij het verwacht dat, het, uh, dat, dat hij het zou doen. Ga dan gaan kijken waar dat die verwachting is. Welke overtuigingen zit erachter? En op welke manier probeer, probeer je eigenlijk via dat oordeel, die overtuigingen, die verwachtingen, jouw leven toch nog te gaan controleren in plaats van veel meer nog in die overgave en in die flow te gaan stappen. Um dat is wat voor vandaag, de boodschap voor vandaag. Um, als je hulp nodig hebt of als je vastzit, of je wil gewoon verder um, jezelf ontwikkelen en dat hogere bewustzijn, dat eenheidsbewustzijn nog meer gaan integreren en leren hoe je het kan gaan gebruiken en vormgeven in je dagelijks leven. Uh, weet dan dat je één op één met mee kan samenwerken. Um, waarbij dat we eigenlijk door geen uh, blokkades gaan, door geen overtuigingen en verwachtingen gaan. Ik uh, spiegel die terug naar jou, want door die net terug te spiegelen, uh, krijg je de kans om daar bewust van te worden. En op het moment dat je er eigenlijk bewust van wordt, kan je ze gaan transformeren. Um, dus zo eenvoudig kan het zijn. Uh, en, uh, en terwijl dat we één op één samenwerken, uh, is natuurlijk alles die ik doorkreeg, alles, uh, alle, alle, uh, mijn volledige talenten, wie dat ik ben, staat volledig ten dienste van jouw groei en jouw uh, ontwikkeling. Er zijn ook een heleboel uh, andere producten, diensten, uh, hoe je die het ook wel uh, noemen, waar dat je uh, op je eigen uh, tempo en je, met jezelf uh, op je eigen ritme uh, mee aan de slag kan gaan, rond de manifestaties, rond het eenheidsbewustzijn, uh, Rond het jezelf in de wereld gaan zetten, je eigen healer worden, je eigen manifestator, je eigen meester manifestator worden. Dus kijk zeker eens aan de linkjes hieronder. Ben je nog wat nieuw op het vlak van spiritualiteit en wakker worden? Dan raad ik jou aan om te beginnen met het boek dat ik geschreven heb, 690 Vlammen. Dus de link vind je er ook van terug. En voor de rest, dan spreken we elkaar morgen in een nieuwe video. Ik weet nog niet waarover dat gaat. Uh, zal gaan, heb je dus een, een tip, een idee, een vraag? Um, dan mag je die altijd doorsturen. En anders laat ik me leiden door het universum en mijn gidsen om te weten waar dat jullie nu weer nood of bad bij hebben. Zo, dat was voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag. Geniet van het mooie weer. En uh, want je kiest altijd zelf hoe je je wil voelen. Daag.